Geluidsinstellingen openen. Ik zal het zo wel even doen, we zitten nu in de race namelijk. Kijk zo wel even naar het geluid hoor. Ja. Is goed. Er zit een Dornfixer erbij. Ja, dat is die panter hè, als die komt. Wie is dat, Dornfix? Ja, dat zijn de andere spelers. Echte spelers. Oh, oké. Okay. Van het internet. Dus die moet beuken. Tegen. Dan gaan ze vanzelf eruit. Die rode moet je beuken. Oh, Chris. Ik raak heel iets de muur, echt Nou, ik denk dat gaat wel even wat kosten, maar ik ging gelijk over de kop. Zo, de user, ik lag op mijn dak. De assembly rijdt alweer alleen aan kop hoor. Hey, ik weet niet wie jij bent, Dark Nick, maar je krijgt lekker de tyfus. Die zo'n hond hier. Doei, doei. Mijn nemesis, Bobbal, je bent mijn nemesis. Dag, Dark Nick. Joejoe. Lekker het asfalt eten. Hey, Paul, dan volgens mij doet hij het nou. Ik hoor jou gewoon lachen. In-game. Oh. Oh, hij hoort ons niet, dat is het probleem. Daar, ik zit echt op mijn hielen, jongen, vieze hond. Hoppa, en weg ermee. Waar blijven jullie dan? Ja, waar blijven jullie? Ik ging op het dak. Ik vind het fijn en dat er niet van die bochten zijn waar je echt volledig moet remmen. Dat je gewoon een beetje licht kan remmen en door kan rijden. Ja, precies. Dat is echt chill. Hoor jij ons wel trouwens, of niet? Nee, Sam ook niet, hè? Oh, je bent zo helemaal klaar met jou. Heb je gewoon eraf gebukt, Sam? Ja, hij remde gewoon niet, hij gaat gewoon doorrijden. Maar ik had even het wel. Klootstreek. Hoppa, even een randje gebeukt. Pats. Daar gaat hij, onze grote vriend. Daar, hoppa. Ja. Ben je motorkap openstaan, Sam? Ja, hij hoort je niet. Jawel, ik hoor je wel, ik hoor je wel. Oh, hoor je wel? Oké,
Hij is wel een beuker, hè, die dartrick. Ja, hij is echt een beuker. Dan moet je hem achteraan tikken, tegen zijn kontje aan. Ik zal hem wel even laten zien hoe het werkt. Je verliest het een en ander, Chris. Nou, Sam, rijd niet door. Oh, nee! Fractions! Ah. Hopelijk geen strafpunten voor tracks, tracks limit exceeded. Oh, lucky fucker. Oh, 4 seconden, hij heeft ook 4 seconden. Daarom ging het wel lekker, Chris. Ik was nog bang dat je me ging inhalen. Ja, zeker. Ging ik ook wel. Val die hele auto's een vouwwagen, jongen. Vouwwagen? Doe je deur eens dicht. Ja. Welke deuren? Ik heb geen deuren meer. Oh, ik heb... oh, kijk eens. Straf voor Spaffelaar. Ja, maar toch nog eerste. Alweer. Oh, dat is al heel erg veel. Een paar honderdste. Moet ik die... rijden die drie circuits even af of moet ik die computer hoe zet die ik mijn geluid eruit van het spel, Evert? Even al tappen en dan volgens mij was het naar je luidsprekertje gaan. En dan was het even kijken. Naar geluiden. Hallo? Of naar sounds. Als je in het Engels hebt geluiden en dan is het naar communicatie. Of communication, en dan is het de onderste... Geluidsinstellingen, ik hoor dat eerste stuk niet, omdat ik in game zat. Ja. Naar het luidsprekertje wat je hebt, waar je, en dan ga je naar geluiden. Niet naar geluidsinstelling, maar naar geluiden. Sounds. Pap, ik heb die glitch weer, dat die gewoon niet opent. Dat de instellingen niet open. En als je bij geluiden bent, dan ga je naar communicatie, en dan zeg je geen actie ondernemen. Die moet je hebben. Zie ik niet, hoor. Dus je gaat niet op je Realtek ding staan, maar op je luidsprekertje, weet je wel, waar je van de Windows staat. En dan heb je, als je, dan heb je je ene onderste is geluiden, of als je het Engels hebt, sounds. Ruimte, ja, weet geluiden. Ik, maar ik kan niet eens op instellingen klikken, want die opent gewoon niet. Ja, ik zal er wel een keer naar kijken. Maar heb je dat wel, geluiden? Als je daarop klikt, dan krijg je afspelen, opnemen, geluiden, communicatie. En bij communicatie zeg je geen actie ondernemen, dan klik je eronder staan aan. Iedereen is al vertrokken of zo, iedereen is al aan het rijden. Ik ben nog wel uit bezig, nou ja, dan laat ik hem wel even lopen. Even kijken, options.
Ja, moet ik er even uitgaan dan? Wat je wilt. Maakt mij niet uit. Even kijken. Headphones. Masterful. Ga maar er even uit, Chris. Ja, dag. Ik lig eerst. We maken ik nooit meer mee dit. Even kijken. Quits. Sim, hoor je mij nog? User left your channel. User joined your channel. Hallo? Ja? Hallo? Ja, nu hoor ik jullie weer. En ik heb geluid uitgezet in dat grid. Maar ik moet nog even kijken of ik nou jullie hoor als ik grid ook open. Oké. Oké, ik ga weer een game starten. Horen jullie mij? Ja, ik hoor je. Ja. Hoor je mij ook? Hallo? Ja? Ja hoor, ik hoor je. Ja? Are you talking to me? Are you talking to me? Hallo? Hallo? Test. Hallo? Ja, echt, als ik dat in dat dit hoor ik gewoon niemand meer. Ik zat er maar wat nieuw op. Hallo? Hallo? Hey, even kijken. Horen jullie mij wel dan nou? Ja hoor. Ja. Oké. Nou ja. Dat is beter. Even kijken. Nou, ga ik er weer heen starten. Even kijken. Oh, helemaal niet gestart. Nee. Public. Horen jullie mij nu? Ja. Zeker? Ja? Ja, oké, dan doet hij het nu. Oké. Ik kan het scherm niet meer openen. Steam. Pap. Ja? Je kan nu niet klikken op meespelen of ben je nog geen game gestart? Nee, ik heb nog niks gestart. Ik ben eruit gegaan. Okay. Goed, dus kunnen jullie nou joinen? Even kijken. Moet ik ook even kijken. Quits. Yes, quits. Dus we hebben al... Via Alt-Tab weer even meespelen. Oh. Wat was het voor Shift-Tab? Wat was het? Oh, nou kan ik meespelen. Nee, is meespelen. Nee, bij mij ook nog niet hoor. Nee, ik kan ook niet op meespelen klikken. Nee, ik ook niet. Zit je wel in de multiplayer flash? Ja, ik weet niet wat ik... User disconnected from your channel. Oh. Hallo? Hallo? Echo. Dan is een flesje nog helemaal verdwenen. Ja, hij is natuurlijk weer met Sam bezig, zo met zijn geluidsverstellingen. Ah, oh, oké. Flesje even bijblijven, hè? Ze spullen niet van elkaar, dat jongen, hè? Kom maar, jongen. Ja, ben ik weer. Hé. Het zwart beeld en grid has stopped working. Oh, jeetje. Dat komt van een beuken. Ja, spul voor 5 euro hè. Te hard gebeukt. Je hebt een hele grote echo erin zitten, Flash. Kan dat niet. En we kunnen nog steeds niet meespelen bij. Ja, ik ga hem nu opstarten, wacht even.
AI eruit, hè? Ja, is goed. En jullie willen niet met echte schade, denk ik, hè? Geen idee. Ja, dan is het als je dan iemand beukt, dan is het gelijk janken, zeg maar. Nee, oh. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Dat moet je niet hebben. Je hebt wel een perfecte echo, hoor. Ja, ik hoor het nu ook, ja. Hoe kan dat nou? Hoe dus kun je erbij? Nu al. Nou, het mocht even duren, hè? Ja, jongens, hè. Meespelen, ja. Nee, die heb ik niet. Ik heb een joint game. Choose your vehicle. Kan ik hem starten? Ik heb maar twee auto's, man. Wat is er nou voor gekkigheid? Kan ik hem starten of niet? Ja, we maken het wel. Ja hoor. Het is een Ford Sheriff of de andere. Meer keuze hebben we niet. Met gouden velg. Altijd al willen hebben voor de Sierra. Een lelijke bak. Ik heb hem zelf ook nog gehad. 2 liter injectie. Op gas zeker. Ja. Voor 5 euro naar Antwerpen rijden. 5 gulden, laat ik zo zeggen. Nou, daar gaan we. En keep it clean, boys, keep it clean. Oh. Ja. Waar zit die toeter? De toeter. Oh, shit. Ah. Eerst bocht overleefd. Iedereen beurt zich gelijk in me. Dus ik deed heel voorzichtig. Ik niet natuurlijk. Ik doe heel voorzichtig, zegt hij. Hij glijdt hem zo bij Sam van binnen. Nazi, hè? Wat een kutparcours. Alleen maar bochten, man. Dat is toch geen reet aan. Ja, dat is moeilijk. Op je stuurmans kunnen staan, hè? Op je skills. Oh, wat een vieze hond. Wat een vieze hond. Wat een homo ben je ook, hè? Dat zou die van de Heide wel weer zijn. Oh! Oh, die staat er mooi op. Ik had niet gezien dat ik dat gewoon rechtdoor ging. Een klap, jongen, hè? De baan houdt opeens op. Ja, dat is mooi. Ik schrok met de pispokken, ik denk waar ga jij naartoe dan? Ja, het is wel raar om een baan zo te maken. Wie heeft zo'n baan ontworpen? Nou, dan kan ik ook rustig gaan rijden. Ja, absoluut. Die rijdt allemaal met een stuurtje. Onbedreigd. Ja, ah, ik rem wel even af, is altijd leuk. Alleen Shadow en jij rijden met een stuurtje. Een stuur? Ik niet. Ja, ik rijd met een stuurtje. Even. Ja. Ik heb het controller. G27, zo ouwe. Jongen, wat een kutmap. Ik vind het toch geen reet aan. Nou, stop het toch lekker. Ik vond die andere, die bergmap, die was echt leuk. Die bergmap? Die bergmap. Ik weet niet hoe die heet. Ah, niet te veel naar luisteren hoor. Gewoon lekker gevarieerde baantjes doen. Ja, ja. Hier komt op techniek aan. Zo, Paul, pak me even een vangrail mee. Ja, ik dacht dat je rechtdoor kon.
Je ziet links onderin ook de map, hè, hoe die gaat de weg. Ja, geen tijd om op te kijken hoor. Netjes hoor, 1-1. Jero, eerste, wat is dit? Nee, iedereen maakt fouten, hè? Heb ik mijn bril niet op? Nou, dit is voor jullie iets te langzaam, hè? Dan gaan we nog iets verder opschroeven. Qua snelheid. Ja, de minis. DAF 66. Ja. Even kijken. Kijk eens, komt hier met zijn Nissan. Nou, we moeten zeggen, hè? Wendem afstaan, Shadow eerste. Once in a lifetime. Oké, dan ga ik er weer een instellen. Nou, we zullen nog even voor die twee opa's nog even één keer de mini doen. Change vehicle. Even kijken, edit event. Ja, en dan zeggen we... Oké. De andere jongens een beetje lekker maken, hè? Irritante COD-plaatjes. Red Bull Ring, die kennen jullie allemaal toch wel? Pas wel. Ja hoor. Nou, daar gaan we dan. Echt hè? Power. Echt zo'n balkje. Ben je er klaar voor, Sam? Ik ben er klaar voor, klap maar. Oké. Okay. Je zit alweer te vreten, ja? Mooi. Had je moeder niet genoeg gekookt? Dat de boon niet goed gekookt, ze waren veel te hard. Dat noem je al dente. Dat is gezonder. Zit er veel meer vitamine in. Dat is gewoon rauw. Oh mijn god, Red Bull Ring met een Mini Cooper. Nou. Dat duurt wel even. Ja, wat doet die Red Bull erover? 59 seconden of zo? Een rondje? Volgens mij rijden ze onder de minuut met die... Nou, eens kijken wat wij halen. Ik heb wel vlammen uit, inderdaad, zie ik. Vlammen? Uit dit autootje? Ja. Kan dat nou? Maak me wakker als het klaar is. Pak die Sam aan de binnenkant. Beuk hem eruit. Doei. Doei. Harder. Ja, nou, 85, 190, 195, 200. Wel op het juiste moment remmen, boys, hè? Ja, ja. Oh, shit, dat gaat gewoon over grind heen. Tutut. Je hoeft niet altijd te beuken, hè? Dat zie je maar weer. Waar zit de turbo-knop? Je kunt draften met dat ding. Wat zei je?
je niet altijd hoeft te beuken, maar jij kan niet anders natuurlijk. Ja, houdt me op, ga eens aan de kant. Team orders. Ja. Team orders, ja. Zo, de zwaffelen die heeft even een klein turbootje. Ja, jullie zijn een beuken met elkaar, dat kost je tijd. Zo, lekker hoor. Hoppa. Nee, geen slipstream. Wat doe ik? Remmen per paal, je gaat veel te hard, man. Shit. Die staat gerend, ja. Really catching your groove. Blag vanuit, ik zwaffel erop los. Hij plankt het lekker op los, hè, die Evert. Wat verdorie. Ja, als je helemaal vrije lucht hebt, net zoals Hamilton, hè. Vrije lucht is altijd goed. Dus jij jezelf laten vergelijken met Hamilton? Ja, ik ben alleen niet zo bruin. Oh. Maar minstens zo goed. Hij heeft corona gehad, ik heb ook corona gehad. En hoe was het? Ah, heerlijk. Nee, toen reus mee. Eerste week hoofdpijn en tweede week heel erg moe. En daarna nog netelroos gekregen in het weekend. Wat is netelroos? Ja, het is een uitslag, een huiduitslag. Dus dat allemaal net alsof je met je hele lichaam door de brandnetels bent gerold. Oh. Nou ziet het eruit en zo gevoeld het ook. En dan een hele week lang? Nee, ja, 2 dagen. Oh, oké. En toen, toen was het over, toen was ik klaar. En je had geen achteraf last van een korte ademing of wat dan ook, of last van je longen? Nee, mijn vrouw die heeft, Marianne, die heeft meer last van de longen. Die heeft ook conditioneel ook nog wel last van nu. Ja, ik hoorde ook van bepaalde mensen, hebben dan nu nog steeds last van hun longen, inderdaad, gehad hebben. Iedereen is er anders. Afgelopen vrijdag ben ik geweest mountainbiken. Ik heb een tochtje van 40 kilometer gedaan en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Voor mij even de test van hoe staat het conditioneel en dat ging allemaal prima. Beetje hoog in de hartslag, maar dat was alles. Doe! Had ik ook gisteravond. Een flesje moet daar omdraaien. Ja, drukker was. Nou, ik zou niet weten waar anders mee dan. Ging was gaspedaal in plaats van de rem, sorry. Ja, dat dacht ik al. Ik zag je er even voorbij. Kijk, net dat tikje wat ik nodig had van Shadow. Om nu even in de korte bocht. Hoppa. Ach, godverdomme. Erg strategisch tikje, wat dan. Ik had het kunnen weten, hè. Zijn knie is gewoon 50 mm breed. Maar nee, langs gaan zal ik niet. Nee, tuurlijk niet. Kom op, wij moeten wel langs die paal natuurlijk, hè? Dat kan natuurlijk niet. Hij gaat echt geen tweede worden natuurlijk. Nee, dat kan echt niet, hoor. We moeten wel wennen aan laatste worden constant. Oh, maakt niet uit, Sim is laatste, dus. Op, pak hem! Slipstream! Nee, dat kan niet! Oh, net de kort. Kom op! Oh, nee! Oh, jammer! Nee, waarom dan? De 2 oudste rijden voorop, hè? Onvoorstelbaar. Jezus, 47, 1,47. Dan die van jou, pap. Ja,
En Sneuvel in Shadow. Ja, ja, dus alles boven de 1,50, hè. Ik doe er 3 seconden bij op. Dat is een homo. Nou, dan gaan we eens even wat snellere auto's, hè. Want jullie zijn nu warm gedraaid. Ja. Nou, wij zijn wel groen, hè. Dat is ook een groot verschil, hè. Level up, altijd goed. Oké. Okay. Even kijken. Edit event. Ik vond het wel een leuk koertje dan. Ik denk op mijn lak. Dat is een spuiterij geweest. Oké. Ja? Dan gaan we naar even kijken, voor Sierra en de andere is de Nissan. Ik ga nou eens een keer de Nissan rijden. Moet ik toch echt even een keer eerste worden, hoor. Ik ben er nou al een beetje klaar mee. Eerst moet, meer, een moet je meer oefenen, jongen. Je levelt wel snel, ik ben nu al level 3. Nou, de baan die kennen jullie nou. Je weet nu waar de rempunten zijn. Ja, nee, niet. Je kunt beter op tijd remmen dan te laat. Ik zeg de rem hoor, die Nissan. Hij remt veel te laat, zeg Paul. Ja, stop maar. Met 100 meter bord moet je in de rem. Ah. Echt precies bij het 100 meter bord vol op de rem trappen. Ja, ik weet het. Nou ja. Dat ging niet goed. Auto lengte later, dan kan ik er net voorbij. Jezus, hij pakt echt het hele circuit mee, hè, die Weinberg.
asfalt, hè? Ja, dat je geen strafpunten krijgt. Straftijd. Foutje. Nee! Nog eentje met een foutje. Kijk, hij ligt eerst gelijk zenuwachtig, maar gelijk een fout. Moet wel je hoofd koel houden, hè? Ja, joh. Dan geef je op het zand. Ja, en dan gas geven, ja, dat moet je niet doen, hè? Dat moet je niet doen, hè? Oh. Ik ga toch niet weer eerst worden, hè, jongens? Kom op. Doe er maar aan. Ja, wend er maar niet aan. Last lap, let's push up to the top spot. Dan gaan we hierna even in de Havana rijden, dat lijkt me wel leuk. Havana, Cuba. Havana. Bij Evert moet je geen fouten maken, want dan is het, ik denk, nou, dat is appeltje eitje, ik word gewoon eerste, maar... Ja, je bezweek gewoon onder de druk. Hij is er alweer, hoor. Godverdikke man. 1.28, jongens. Komt die aanknallen, hoor, die Weinberg. Ja, jammer weer. Nee, Paul komt veel te dichtbij, veel te dichtbij. Kijk Paul, het kan nog 6 seconden sneller. Ja, ik weet het. Oh, jammer Sam, 5 seconden penalty. Ja, precies. Jammer, nee. 1 vierde. Paul, je bent vierde geworden toch nog. Ja, ik zag het, ja. Oh, God, ja maar, kijk, het snelste rondje is ook 1.44, we kijken, dat is... Schuld nogal even. Schuld 16 seconden. Ja. Bizar. Nou, dan gaan we weer even opschroeven die auto's. Want dit gaat me allemaal een beetje te langzaam, hè? Ja, weet ik niet. Het is echt voor mietjes dit. Heb je ook iets met straalmotoren? Ja, ik heb iets wat heel hard gaat. Je mag geen schade rijden met deze auto's, hè? Die kosten heel veel geld. Oh, we krijgen wel Lamborghini, Ferrari, Porsche. Maar eens even kijken, want eerst weer dat... Gaat hij? En het event. Ja.
Ja, dan gaan we beginnen. Zijn jullie er klaar voor, dames? Jazeker. Ziet er snel uit. Dit gaat tyfus hard. En het is door de straat van San Francisco. Oh, een snelle auto door een straatcircuit. Oh, dat is spannend. Ja, dat is altijd fijn. Ik zie allemaal vierkante bochten. Dus 100 meter bord in de rem, hè? Echt vol in de rem. Waarom dan? Ja, gas geven. Dat is naar voren, toch? Dat is remmen. Ja. Ik moet gewoon de schade de volgende keer aanzetten. Ga je maar remmen. Kijk eens, lekker hoor. Deze zijn snel. We gaan wel een keer door de wacht. Spoilers. Hoi. Oh, poepstart. Ja, ga eens even de kant, Sirius Sam. Zo! Jezus! Staat iedereen geparkeerd daar? Dat is mooi, hè, met die sprong. Heb je al je rijbewijs, Sam? Ik ben er mee bezig. Nou, hij is echt maar bezig. Ja. Nou, het is in coronatijd, dus nu heeft hij even pauze. Okay. Nou, ik moet even zeggen dat rijden in het echt gaat me beter af dan dit. Nou, dat hebben we eens gemerkt. Serieus, ga je Paul naar eerste? Krijgen we nu dan? Ja, hoe beuken, foei. Oh, dat stuur op en neer gaan we Paul. Het is wel een mooi circuit dit, hè? Heerlijk. Beuken we even ook even dan. Oh. Ja, net in de hart, toch? Lekker hoor. Ja, dat doet hij nooit bij mij, hè, smeerzak. Reis door, man, ouwe. Godverdomme. Is het van lawaai, joh? Dat is force feedback. Oh! Van die kant. Ja.
Ah! Ja, je doet het zelf weer, hè? Hoppa! Ja, je motorkap staat een beetje omhoog. Nee, nee! Hoppa! Ah, wat nou eens op, joh! Ik rijd me de hele tijd zo ongelooflijk goed en dan word ik weer van aan de zijkant gebuikt. Eindelijk keer twee mensen ingehaald, ongelooflijk. De hond van Marcus is er weer. Zo. We zijn Shadow en Evert, joh. We zijn echt kilometers ver weg. Ja, volgens mij ben ik al een stukje weg, ja. Hoe ver is het Shadow van jou af dan? Ik zie hem niet eens meer, dus ik ben hem kwijt. Wel mooi circuit dit. Ja, absoluut. Ja. Yes. Hij is binnen hoor. 1.59 jongens. Ja? Ja. Verdorie. Ja, ik zonder beuken. Ik vind 1.55 al goed. Oh mijn god. Zo, oh, Sam 2.11 netjes. Maar dit is wel een leuk circuit. Ja, maar even met nog een snellere auto, want het gaat nog een beetje lang duren dit circuit. Hm. Ja, beukt je die flinke Shadow? Die nee joh. Nee joh. Nee, Paul. Nee, ik heb Paul die lag voorop en ik heb hem een hele mooie inhaalactie, ik raakte niks of hem niet. Ja. Dat ging echt mooi. Dat ging wel lekker, ja. Jammer. Ja. Ik had hem ook in de binnenbocht, alleen toen raakte ik daarna in de slip en toen ging hij me alsnog weer voorbij. Ja, dat was wel mooi, ja. Ik denk, ik doe het net zoals Evert, ik probeer hem niet aan te raken. Maar helaas, ja, helaas. Dat was net een beetje Jos' stappenactie. Wat leuke autootjes dit. Ja, lekker snel. Ja, Max Verstappen, ik kwam laatst ook eens een soort autootje aanrijden. Zag ik een fotootje per Instagram. Heeft hij weer een nieuwe auto? Ja, ja, dat geld zat. Zo'n Honda, ja, zou die van de sponsor zijn. Krijgt hij natuurlijk gewoon, moet hij naar een officieel evenement, dan krijgt hij natuurlijk gewoon zijn auto even mee, denk ik. Ja. Lekker. En anders koopt hij hem. Ja. Oké, gaan we weer. En het event. Ja. Oké. Okay. Okay. Hetzelfde circuit, alleen anders tevoren. Nee, ik zie hier player 911 heeft joined the session. Daar heb je dan internetspelers bij? Nee. Oh, wie is player 911? Weet niet. Launch. Oh, dit wordt een dikke orgie, jongen. Oh ja, wel inderdaad. Maar maakt niet uit.
Ja joh, hele motorkap opgekruld. Ik heb nog geen meter gereden. Ik ga jou even terugpakken, dit potje. Die player 911 die kiezen eieren voor zijn veld. Ja. Ik snap dat wel. Hij zegt Bol Pol, hij denkt, oh shit, weg hier. Reputatie. Weet je nog die race, Chris, dat we starten en dat hij vooraan stond, dan ging hij gelijk vol naar rechts. Weet je wat dat was dan bij... je hebt dat... helemaal AI heb je. Ja, dat is ook even leuk erbij, hè? Ja. Oh, dus wat brengt dat? Nou, 16 Formule 1 wagens op dit circuit. En heb je op medium of hard staan? Medium. Oké. Okay. Ah, ik start helemaal achteraan of zo. En terecht. Ja, ik start als allerachterste. Ja, perfect. Heel goed gedaan. Als 18e. Dit wordt pingpongen denk ik. Flipperkasten wordt dit. My god. Moet ik van de 18 naar voren rijden? Dat gaat natuurlijk nooit lukken, hè? Dat begrijp je ook wel. Gewoon die remmen even. Ja, vliegen. Kom je er vanzelf. Red Bull, geef je vleugels. Oh mijn god, met de haakse bochten, nou dat wordt wat. No. Kobayashi staat voor me. Zo, dit ding gaat snel jongen. Even wennen hoor. Echt hoor. Ja, Shadow weer vooraan. Remmen. Nootje. Zo hé, wat een file hier. Hot op. Dat was een crit die waren. Ik heb nog die plaats gepakt. Dus... Ja, echt wel hè. Lekker hè. Van 10 naar 18 naar 8. Ja, dat rijdt wel eerst hoor. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Soms zeker eerste. Nee, Paul. Zit ik weer achter Fernando Alonso. Ik ging naar de vangrail, hè? Zo, die auto's vliegen echt in de lucht, jongen. Ik lig al in vijfde. Wow. Het is leuk als we Blue Flag rijken, als Shadow er voorbij wil. Haha, Blue Flag. Ja Paul, ik ben er niet af van mij. Hey. Hey joh. Ik hoor wat een impact. Volgens mij is het... Ja, serieus, Sam ging dwars staan in de bocht. Nee, ik ging niet dwars staan. Ik was in een beuk. Ik ging niet uit mezelf dwars staan. Dat was niet de bedoeling. Ik was in gevecht met Paul. En deze auto's zijn echt fijn, ze zijn echt, hoe noem je dat? Ja, ze hebben heel veel grip. Ja, dat is echt...
Je zult mijn laatste rijden, Sam. Ja, het is... Oh, een beuk weer tegen hem. Je moet wel op tijd remmen, je remt veel te laat, man. Om je bij te komen en dan beuk je me eraf. Ja. Ik weet niet wat mijn resetknop is, dus ik moest hem eens achteruit zetten. Achteruit is gewoon... Ja, nee, dat is gewoon op je rem trappen, maar... Ja. Die dingen gaan niet zo lekker achteruit, dus ik wou... Maar ik weet niet wat mijn resetbutton is op mijn stuurtje. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Oh, maar serieus, ben je er al, Shadow? Wat de hel, man? Ja, vandaag nog, of... Lekker toch. Ja, ik had een beetje sandwich in het begin. Ja, er stond een beetje filevorming. Was je helemaal weggekomen? Maar... Lekker tijd, hoor, 1.36. Ja, iets over Hamilton en zo, hè? Nou ja, ik begon als 18e, hè. Ik ben 30 geworden, dus... ik vind dat ik het goed gedaan heb. Ja, ik begon 3e, dus dat is... kan nog niet beter, hè? Ik mis toch ergens nog 9 seconden, ik weet niet waar. Maar deze wagen, die hebben lekker goed grip, hè? Ja. Man. Ideaal. Je bent wel snel door 3 rondjes, dat is fijn. Ja, dat wel. Maar wat gebeurde er bij jou, Sam? Ja, gewoon dom. Dat achteruit gaan ging niet... Lekker was en daardoor beukte ik er weer een aantal en ging niet goed. Flipperkast. Nog een keer deze auto of is het te snel voor die jongens? Nee hoor, prima. Ja, dat is prima. Ik sta in ieder geval op het podium. Weer tussen 2 oudjes. Weer was je 3e dan. Ja. Ik had in de laatste ronde wou ik het Paul inhalen, maar hij tikte me voorkant aan, dus ik maakte een 360. Geen per ongeluk hoor. Geeft helemaal niks. Ik ben er ook wel Paul. Jij mag dat. Oh, dank je. Ook te goed. Okay. Dan zeggen wij... Doe je deze keer ook mee, Marco? Ah! wacht maar, tot jij achteraan. Praten we wel anders. Mooi, hè? Zo jammer weer dit, hè? Ja. Denk om een lak, man. Schiet me kapot. Ja. Het wordt een wreckfest, hè? Ja, echt zo. Ik dacht ook gelijk aan wreckfest. Het speelde vroeger ook nog een tijdje. Creator Vent, ja. Dan gaan we nu beginnen. We gaan in Havana scheuren. Waar? Daar gaan we dan. Burning Rubber. We hebben ook nog die LMP-auto's. Die kunnen we ze ook nog wel even doen. Oh, die is ook bloedcel, hè? Ja, die liggen nog echt als een blok op de weg. Maar die gaat trouwens wel minder snel, dacht ik. Dit is door de binnenstad van Havana. Met tunnels en zo. En je hebt daar ook een stukje tunnel. Dan ga je heel ietsjes, moet je naar links en een stukje naar rechts. Als je dat niet doet, knal je vol frontaal op de muur. Dus dan moet je even goed opletten. Oei. Oh, ik heb wel Kijken hoeveel stik straks.
Oh mijn god, ergens achterin. Ik wist gewoon dat het weer die neger zou zijn. Die neger? Ja, dat filmpje van Chris. Oh. Het begint altijd zo leuk, hè? Maar bestaat die gozer echt? Ja, volgens mij bestaat die echt, ja. Jezus. Kijk eens, wij moeder in de slaapkamer. Ja. Boek. Onder de dekens vandaan. Ja, dan weet ik ook waar het vandaan komt. Tentje bouwen. Oh mijn god, start ik nou echt serieus als laatste? Ik als 16e. Je start als eerste, joh. Oh. Moet je niet zeggen. Ik kwam weer als 16e. Nou, omdat jij zo goed bent, voor jou maakt het nog een beetje een challenge. Ja, is wel. Kijk, als het hoort. Hoppa, en er doorheen. Nou niet meer verliezen, Sam. Geen domme fouten meer maken. Geen fouten maken, dan kun je winnen. Wat? Zeg ik nou, geen domme fouten maken. Nou, hij draait uit het niet opeens naar rechts. Doei. Gaaf hier zo, door die langs die tribunes. Ik kan mijn zonnebril wel mogen opzetten. Ja. Hoppa, kijk, maar domme, dat willen we zien. Oh, sorry. Was jij dat? Ben jij dat? Ja. Serious Sam? Ik ken het parcours niet. Oh. Nee, ik ook niet hoor. Het is voor mij ook... Shadow weer voorop? Ja. Hoeveel starten hier? Tweede, hè? Tweede laatste. Het is wel blazen met dat ding, hè? Godsamme. Nee, pa! Ik heb heel voorzichtig bij je bij. Wat een beuk ook, hè? Ah! Oh, homo! Nee, niet weer! Ah, niet weer! Jezus Christus! En dat ding wil niet draaien? Ah, dit is weer 15e. Ik lag 30. Ik ben er boven staan. Hij heeft me gewoon 3 keer gebeukt, die Paul. Je hebt hem boos gemaakt waarschijnlijk. Ik heb die Fernando Alonso weer voor me, Evert. Zo, ik lig op mijn kop. Ik lig op het dak. Oh, daar blijft hij liggen, dat is niks. Oh.
Nee, nee, nee! Oh, de zevende paal. Paul, vierde, wat de hel, man. Ja, goed, hè. Vijftiende, yes! Nou, is je daar blij, Nou, was je gebeukt? Of hoe ben je 15e? Ja, hij was met gebeukt, ja. Door een zekere nummer 29. Even kijken, wie is dat? Hey, Paul. Kale Paulus. Ja, kan gebeuren. De dure auto's, hè? Ja, die kost, wat kostte die? 3 miljoen of zo? Nou, makkelijk. Elke keer als Paul weer een bandje afrijdt, is het 5000 euro. Ja, ja, ja. Maar ja, goed. Ik ben wel vierde, hè. Ja. Deze auto bevalt wel, of willen jullie die LMP's? Maakt mij niet uit. Maakt mij niet uit, ja. Wat jij wilt. Want jij denkt dat het goed voor jou is. Edit event. even kijken. We gaan eens GT1 groep 1 doen. Ja. Oké. Okay. Zeggen wij continue. Oké, okay. Parijs. Oh. Waar is de Parijs? Très bien. En dan zeg ik... wil ik altijd gamen. Wat hebben we nou? Ferrari, toch? Ja, zijn we er allemaal klaar voor? Yep. Ik heb de Aston Martin Vantage. Is ook leuk. Voor in de garage. Volgens mij heeft Max Verstappen die ook in de garage, toch? Ja, is dat niet wel. De Vantage? Nou, Sam, je staat als eerste, zie je dat? Jammer weer, hè? Nou, dan ga ik nog maar even een keer mijn best doen. Nou, doe dus even een keer, ja. Ja, word nou ook eens een keer eerste. Als je als eerste start, moet je gewoon de eerste worden. Even kijken waar ik sta, even goed opletten. Ja, ik denk 16e. Hoe wist jij nu al dat ik eerste stond? Ja, dat zag ik onderaan. De bal pas er ergens binnenin, daarna Shadow. Waar ben ik dan? Achterin. Flash achterin en helemaal achterin, ja hoor ik. Verdomme. Ben er maar aan. Ja, de beste zet ze achterin, hè. Zullen kut, sorry. Ha. Nou ja, focus. Nee, Aston Martin. Oh mijn god, 12e, wat is het voor? Oh nee, ik heb een Ferrari, inderdaad. Dat is een Aston Martin verkocht. We rijden allemaal in een Ferrari ofzo. Oh, we hebben flash achter me. Ik had die Aston Martin geregeld, ik heb toch een Ferrari. Heb je wel accept okay. Gedaan? Ja, volgens mij wel, maar ja, maakt niet uit. Dan maar met de testen, Ross. Hij zwapt alle kanten op dat ding.
Jezus, wat is er met die beuken, die gasten, zeg? We liggen nog steeds midfield, Flash. Wat? We liggen nog steeds midfield. Ja, het is een drama. Maar Sam rijdt ook geen eerste meer, zie ik. Nee, die is veel te goed, die eerste rijdt. Maar tweede houdt nog wel vol. Nou ja, tot zover. Ik denk dat ik dat ook wel vol ga houden. Een hele grote man. Wel lekker veel geld voor tweede. Kom mee. Nou, nu heb ik tenminste niet een keer verkloot. Nou, dat is ook het eerste rondje dat ik niet ben gegaan voor beuken. Dat is heel slim. Gewoon niet beuken, en dan verlies je. Ja, of je hebt geluk, maar ja. Ik heb er een paar boos gemaakt, David. Ja, dat zag ik inderdaad, ja. Was er helemaal klaar, maar. Oh, tweede. Meen je niet gewoon? Tiende. Oh, oh, eindelijk een keer. Zee, Leblanc. We zijn gewoon door een dame verslagen. Sadie Leblanc, ja. Wat zo. Ik vind die Ferrari niet zo'n fijne auto. Die nee, hij is een beetje... Wie moet alle kanten op? Maar wel een snelle rondje als Sam. 57-5. Kijk. Ja, ik was ook vooral bezig met z'n achter me houden. Het snel rijden, dat lukt me nog niet zo goed. Gein het weer hoor, even racen. Hè? Ja, dat blijft altijd leuk. Jammer dat dingen er niet, ratten er nog niet bij is. En, de Rogon dat hij niet dat hij ziek is. Hmm. Is hij ziek, ja? Ja, hij heeft wat was artrose. Oh. Ja, kan ook, hij zit al 2 maanden ziektewet, zei hij. Oh joh. My god. Ik kan me oefenen, hè? Ja, dat wou ik niet zeggen, maar dat dacht ik wel aan netjes. Ik zou dat kan ik hem niet maken. Hij zat er al moeilijk genoeg mee, denk ik. Ja. Even kijken. Nou, gaan we weer. Edit event. Groep. Edit event. Ja. Groep 7 specials. Geen idee wat het is. Even kijken. Dan gaan we 2 events doen achter elkaar. Alrighty. Okay. Ja. Even ontlucht, hè? Ja. Woe! Ja. Waarom zou je überhaupt die McLaren kiezen? Die andere is veel sneller. Geen idee. Misschien heeft hij meer grip. Gaat hij misschien niet zo harder, maar ligt hij wel lekkerder op de weg. Dat kunnen, ja.
Kijk, als je een bochtencircuit hebt en je kunt toch niet stop halen, dan kun je beter een auto pakken. Hm. We zijn als vierde. Het gaat steeds goed aan. Mazzel komt. Nou, ik weet niet of het fout is. Oh god, sta ik weer. Waarom sta ik gewoon elke keer achteraan, hè? Het is de goddomme niet normaal. Oh, valt me mee. Negende. Ja, dat bedoel ik. Weet je wie er echt achteraan staat? Ja, jij waarschijnlijk. 16e. Ja, oh mijn god, wat is dit voor een auto hier? 13e sta ik. Nou, dat speelde ik vroeger ook bij als speelgoedhoudertje. Paul staat 14e. Wie staat de eerste dan? Ik ben level 18, hij zal wel naar je level kijken, denk je niet? Deze stuur niet zo makkelijk. Ja jongens, kom op man, Paul. Wat is dit dan? Hij beukt me, jongen, en niet te geloven. Die stuurt helemaal niet, joh. My god. Je moet niet sturen en gas tegelijkertijd met deze auto. Nou, daar kwam ik net achter inderdaad. Oh, heb ik El Kamikaze weer voor me. What the fuck was dat? Ik heb een beetje straftijd gekregen, Chris. Ik zou niet weten waarom. Lijkt me alsof ik op Sensi Luber rij, man. Je had je nog te goed. Nee, die dingen hebben geen grip, ja. Nee, hè? Lekker gelukkig hebben we hierna nog eentje met deze auto. Alsof je op groene zeep rijdt. Oh! Maar misschien past deze auto niet bij deze baan, zou dat kunnen? Moet je godsnaam inhalen met deze auto, joh. En zo breed op de smalle baan. Ja. In de bochten de gas loslaten, Paul, lekker sturen. Ja, dat zeg je nou, hè. Allemaal kras op de auto, man. Nou, hij is voor mij niet meer vierkant, zeg maar. Hij is meer rond. Ik ging iets te vroeg op het gas, in de bocht, en ik trok hem gelijk krom. Push up to the front.
Ja, een lastige auto dit om te rijden. Ja, correct. Ja, ik vind het wel makkelijk. Die mini rijden nog het makkelijkst. Het is een beetje zoals als rodeo seks. Dus achter op een vrouw klimmen, hem van achterin steken, er bij de haar grijpen en zeggen dat je aids hebt en kijken hoe lang je erop kan blijven. Ja, goed idee. Laten we eens proberen. Lekker hoor. Ik weet wel wat ik vanavond ga doen. Zo. Die AI die beukt ook gewoon, hè? Ja, die zijn allemaal rood. Die hebben allemaal kwaad gemaakt. Nee, nee, oh! Rot op! Ik lig vijfde, verdorie. Oh, het is alweer gebeurd joh, de race is al bijna voorbij. Gosh. Kut! Je moet ook heel een beetje gas geven, Paul, niet ja, vol gas geven. Ik lag zesde vooral. Ik lag zesde, één stuurfoutje, gelijk achtste. Fuck. 1.48, yes. Wat een snelle rondetijd is die van de Heide. Oh. Sneller dan Leienberg. Lekker hoor. Tja, maar ja, dat komt wel mee, hè. Ja, alleen de top 3 telt zeker mee. Sim, waar was je? Danny. Oh, hij is nog aan het racen misschien. Hallo? Huh? Ja, hoor je ons nog? Dat glitchte er bij mij, ik hoor jullie gewoon niet de helft van de tijd. Nou? Ik ben er. Kijk hoor. Nu weer beter? Nee. Ik zet even mijn grid opnieuw op. Oh. Dat is slecht rondje, zeg. Ja, dat is lastig. Ja, alleen dit rondje. Auto is een beetje lastig. Ja. Ik zeg het ook, rij je nog steeds met de keyboard? Yes. Wow. Wauw, hè. Ja, vind ik ook al. Knap hoor. Oh, je krijgt ook allemaal Good Corner Awards en zo. Lekker hoor. Ja. Ik weet alleen niet wat je daar allemaal mee moet. Met die badges. Nou, moet je niks mee, maar kun je je profiel opleuken. Dat is het enige. Oh, ja. Voor de rest kan je er bij. Kan er niet meer met PK indrukken of zo? Die Fernando Alonso, dat is een irritant mannetje, jongen, echt. Ja, hè? Die loopt me de hele tijd te beuken. Ja, maar jij kan als host natuurlijk instellen waar iemand staat. Dus jij dat doet op basis van rank. Nee, random heb ik gedaan. Oh, random? Ja. Nou, ik sta eigenlijk weer als 16e. Dus volgens mij als je de hoogste rank hebt, sta je achteraan, volgens mij. Nee, denk het niet. Eigenlijk is het gewoon een eer om achteraan te staan. Ja, voor jou wel, sowieso. Holy shit. Oh. Zo, wat een gebeuk, joh. Hè. Fuck off, you asshole. This is my road. Oh, hij beukt me gewoon. Ah, dat kut hoor, man. Ja, mag ik zeggen, hij was een AI-speler. Genderneutrale neutrale AI. B-
bedroevende 14e plaats, jongens, jongens. Er is toch een auto van Liquid Fessie? Kijk, daar heb ik helemaal niks meer. Kun jij spectaten, Sam? Ja. Je kunt ook cyclen door de spelers, hè? Als het goed is. Kijk maar eens even wie de eerste rijdt. Ja, hallo! Rij een lijn, lul! Doet je audio nou goed, Sam, of niet? Gas gaat, dan kun je echt makkelijk verliezen. Ja, klopt. Je moet een heel klein beetje gas geven. Eén foutje, gelijk twee mensen voorbij. Fuck. Vol in de muur. Ja, jezus man, wat een lul. Ga eens even op het rechte stuk van de gas af. Ik had je vol achterin. Zo langzaam ging hij. Oh my god. Oh, ik rijd de hele tijd eerste. Maak één foutje, gelijk zevende. Hé, heren, mijn grid heeft er echt geen zin meer in. Ik ga er vandoor. Ik vond het gezellig. Yo, mazzel. Later. Wat een gebeuk. Ja. Waar ligt je achtste, Flash? Ja. Ik negende. Ja. Zeg dat nou niet. Ik lig nu achtste. Flash, ik lig nu achtste. Godverdomme. Jij lag toch heel lang op één, of niet? Ja joh. Twee foutjes gemaakt. De eerste fout was op zevende en de... Ah, jongens, echt waar. Lekker.
Word ik uiteindelijk 12e? Het is toch niet te geloven? Ik heb wel de snelste rondetijd, even kijken. 1.51. Ik heb 1.7. Jezus, hoe doe je het even? Ja. Met deze kakbak. Maar deze auto ga ik niet meer nemen in ieder geval. Ben ik de eerste van jullie? Ben ik 8e nog? Eerlijk waar. AI. Op 1.7. Ha. Ja, alles boven de 1.48 is niet zo best, hè? Nee, klopt. 1.48? Nee. Had je ronde, fast slap 1.48? 1.48.4. Yes, van een tijdje. 1.48.4. Dat is 300 sneller dan Evert. Nee, ik heb 1.47. Ja, precies. Ik ben sneller. Jij hebt 1.51, ja, dat is langzaam. Ja, maar dat hoef je niet ook weer te zeggen. En je reed op 1, hè, dus je had gewoon echt vrije lucht. Je had zo een hele salon kunnen inzetten. Ja, wij reden in de warme lucht. Ja. Het is wel mooi, ik zeg tegen Fles, hey, rij jij 8e? Ik rij 9e. Voorop, fout. Ja, in de muur. Gelijk 360. Gelijk schrikken. Ja, maar het is echt irritant als iemand heel dicht achter je rijdt. Daar word je helemaal zenuwachtig van. Ja. Ja, je gaat bijna niet hoeven te beuken, hè? Vooral bij Paul, dan weet je dat hij niet remt. En je moet dan remmen, maar ja. Nou, ik heb van elke vangendeel gehad, hoor. Voor de taal. Ik heb er ook bonus voor dan. Ja, wat dat maar waren, wat ik je winnaar. Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Sommige bochten kun je best goed pakken hoor. Dan glijdt hij gewoon tegen die vangrail aan en poep, rijdt hij door. Ja. Ze hebben er wel een paar ingehaald op die manier. Je kunt er wel gebruik van maken, ja. Ja, absoluut. Ja. Even kijken, die. Ik was ook te laag gestart, ik zat er al tappig. Naar dat geluid nog weer te kloeren, maar toen dacht ik, hé, ze zijn al vertrokken. Oké. Nou, dan trek je niet meer mee, hè? Nee, dat klopt. Nee. Oké. Even kijken, wat hebben we nog meer van het moois? Ja. Oké, en dan hebben we die nog. Ja. En dan zeggen we create event. Oké. Waar kunnen we allemaal tussen kiezen? Power. Ja. Ik kan in ieder geval niet meer zeggen dat je niet meer bij kan houden. Ik doe gewoon mijn Forcheretje weer. Ik heb de mini gekozen. Hier, even derde jongen. Eindelijk weer eens een keer. Oh, maar alleen je kentekenplaat wordt denk ik beschadigd. Ja, wie staat er op 4? Jongens, ik heb hard moeten werken voor die auto. En de laatste paar heb ik betaald. Oh kijk Paul, wij staan achteraan, dus hoeven we maar niet te remmen. Zijn laatste kilometers even. Even mijn turbo druk in de gaten houden.
Oh, zonnetje. Ik heb gemerkt dat als je niet beukt, dat je sneller gaat dan dat je beukt. Wat jongen. Wat verbam! Wat zo? Wat verdom! Kijk! Oh jezus! Oh, pak je terug, jongen. Pak je terug, zegt hij. Hij rapt mijn hele achterkant naar de tyfus. Alweer? Ja, joh. Oh, dat zonlicht is lekker, hè? Ga je tweede, Chris? Ja, inmiddels wel, geloof ik. Oh, 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 oh. Wat een drama is dit. Ja, Paul, ik kan beter niet beuken, jongen. Nee, ja. Bedankt, hè. Op het schreeuw ook nog. Wat had ik voor rondetijd eigenlijk? Kijk. 58,6. Ik had 57,4. Oh. Hey, Shadow had ook 58,6. Oh, ik zit verkeerd te kijken. Wat zei jij? Ik was hier... Oh, dat zal wel weer een minuut zijn. Shadow 856 en jij 857. Verschilt weinig. Genoeg. Ja, dat is wel genoeg. Oh, kijk eens. Overtake action complete. Ja, ik had een paar mooie overtakes. Alleen die werden gelijk afgestraft. Oh, hier zit één haakse bocht in, die is altijd heel fijn. Nou, mag ik nou eens een keer eerst starten? Nee, nou, de eerste zes ken ik niet, die zijn AI. Die is nummer 7. Oh, ja! Nummer 7, Flash. Oh, even, zit heel dicht naast me. Ja, nummer 9 ben ik. Ik zit achter je. Letterlijk achter je. Oh, oh, oh. Nou, dan ga ik gelijk naar de andere kant van de weg. Moet sowieso toch naartoe, dus. Eens even kijken waar die... Oh, wat zielig. Paul zit één na laatste staat hier. Uitdaging, hè? Thank you.
Dus je kleine rondjes. Ja, hallo! Godverdomme, Fernando. Klootzak. Fernando Alonso tikt nog aan de zijkant aan. Blijf je toch doordrukken ook. Echt fucking annoying. Ja, hallo hé. Godzamer. Wat gewoon helemaal kapot gebeurd door die AI. Ja, die zijn rood. Die zijn agressief. Waarschijnlijk heeft iemand ze aangetikt. Niks meer aan te redden. Oh, 43.9. Ja, hé. Hey. Kijk eens even, snelste rondetijd van allemaal. Nou, Obi van den Berg heeft 43.8. Ja, was computer dan. Dit is wel een leuk rondje, maar die moeten we even zonder AI doen. Is dat er goed? Is goed. Ja. Kom op, kan ik mijn echte talent laten zien? Weet ik alleen niet. Oh ja, ik heb al weet al wat het is. Tweede algemeen geworden in het evenement. Oh. Oh ja, er zijn een paar twee dingen, ja. Mm-hmm. Oké. En dit is event. Bevalt deze auto type wel of willen we wat sneller? Maakt mij niet uit. Even kijken, die hebben we al gehad. De F1000 hebben we nog niet gehad. F1000? Ja. Het is nog een behoorlijk upgrade even, F1 naar F1000, wauw. Ja, nee, maar het zijn, volgens mij is het een soort Formule 3-achtig. Oh. Ja, die hebben wel lekker grip, als het goed is. Oké. Rooms 2. Ja. Ja, dus Formule 3 is dit. Oké. Okay. Dus dat is zeg maar voor de kinderen van 16. Gaat niet zo hard. 200 maar of zo. Oké. Okay. Jedi F1000. Klinkt een beetje Star Wars-achtig. Het is wel open wiel, dus we kunnen met de wieltjes klem zitten. Aha. Altijd fijn. Ja, beter dan een open ruggetje. Dat krijg je hier wel van. Hey, want Paul, je staat als tweede, jongen. Ja. Dat schept verwachtingen. Absoluut. Hey, die Valhalla, is dat nog een leuk spel, Evert? Dat is zacht. Ja, ik vind hem super cool. Ja? Ik heb echt heel veel uren erin zitten. Ja, ik heb al die Assassin's Creed. Maar dit is de mooiste tot nu toe? Ja, ik vind ze even mooi als de andere. Ik vind het gewoon. Ik hou van dat soort spelletjes. Ja. Natuurlijk wel heel veel herhalingen, hè, want je moet steeds dingen insluipen en dan op stelt gaan. Of overvallen en gewoon hard beuken, opdrachten doen. Dus het is wel heel veel herhaling. Maar in een mooie omgeving en met een verhaallijn. En je hebt nou toch tijd zat, dus. Klopt. Ben je nu ook vrij dan? Of, Nee. Ik moet deze week nog werken.
Maar ik werk thuis, hè? En ik ben adviseur, hè, dus er valt nu niet zoveel te adviseren. Nee, precies. Nee. Je moet het gas loslaten, Paul, in de bocht. Ik rem altijd tegen de panneer. En dan insturen zonder gas te geven. Het zijn wel fijne autootjes als je ze helemaal een beetje onder controle hebt. Ja. Flesje. Ja, je maakt een foutje, dan maak ik gelijk gebruik van. Ja. Flippen. Godzame. Curve. Ah, homo. Nou hoor, denk ik. 16e. We weten zo AI eraf gebeukt. God voor die god. Nou, we kunnen heel nieuw beginnen. Hé, hey, blijft die de Shadow? Ik ga kijk dan. Godverdomme, die gozer beuken, jongen. Zeg niet normaal. Ga je af, Shadow? Dan rij ik achter jou. Ja, denk het wel. Oh, wordt net ingehaald door Felix Willems, rot op. Ja, we hebben 16e. Maar het is wel een stuk leuker met het stuurtje, Paul, hè? Ja, zeker weten, ja. Hierna hebben we nog één race, dan ga ik even pitstop in het echte leven houden. Even drinken en even plassen. Dan ga ik weer even drinken houden, heel goed idee. Krijg nog een beetje houten poot.
oude man. Ja, ik merk wel dat het koud wordt, ja. Nee, ik wil eerste worden. Net niet. Nee. Die luistert echt snel. Godverdikke. Oh. Toch had ik wel de snelste laptime. 1.56.8. Snelste, ja? 1.56.2 Eienberg. 1.56.8 is voor bietjes, hè? Oh, hier. 1.56.0 Voor meneer Spaffie. Hoe ging het, Paul? Oh, kijk. 2.24 Oh, hij moet nog finishen. Ik zie nog geen eindtijd. Misschien heeft hij zijn forsiek ook wel veel te zwaar staan. Weet je. Ja, ik hoor hem ook heel erg trillen. Volgens mij heb je die... Dan krijg je helemaal pijn in je spierballen en dan kun je helemaal niet meer sturen, man. Ik heb force feedback eigenlijk nauwelijks aanstaan. Ja, heb jij die force feedback? Heb je die volledig aanstaan, Paul? Volgens mij wel, ja. Ja, die moet je uitschakelen, joh. En dan heb je ook nog die centerveer. Die kan ook heel, als je die ook heel 100% staat, is je ook heel strak. Dan heb je en die centerveer heel strak en force feedback heel hard. Oké. Zet ik dat in die Logitech Hub of zo? Ja, okay. Daar kun je dat instellen. Maar je kunt ook het spel instellen, maar daar kun je het ook instellen. Okay. We zullen na deze race even een pitstop houden. En dan kun je gelijk even die settings aanpassen. Dan pakken we even wat te drinken en even het toiletje. Uh-huh. Kijk, ik heb stuur gewoon losjes in mijn handen. Ik zeg helemaal geen kracht. Oké. Dat is veel te vermoeiend. Ja, dat klopt wel, ja. Oef. Maar dan kom je bezweten van het stoeltje af, hoor. Echt wel, ja. Zweet in de bilnaad. Nou. Nou, waar zit dat, jongens? Fles staat vooraan, hoor. Oh. Irritant. Jammer, hè? Heel jammer. Heel jammer. Eerste keer geen kampioen. Nee, dat klopt. Nou, ja. Let er maar van staan, want dat gaat vanaf nu niet meer gebeuren, namelijk. Zal ik vast gelukkig in de liefde zijn. Zo, gelijk beuken, jongen. Echt niet normaal. Flash, kijk eens, ja. Ja, ik zie het, nee, ga niet kijken. Ja, als ze recht beschaafd inhalen.
Ik vind het wel leuke autootjes hoor. Ik heb echt idee of ik aan het karten ben. Ja, inderdaad ja. Lekker. Zo, lekker even. God, zo'n blazen zeg. Ja, op een seconde sneller jou, hè. Lekker hoor. Ja, echt netjes. Thanks. Nou, ik ga even vissen. Ja, ik ben er ook straks. En even drinken. Ja, 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 ook even. Ja. Ja, wat zeg je? 10 minuutjes, ja? Oké. Okay.